Yo mensen van FIFA NLD, ik ben Silly en welkom bij de eerste inhoudelijke FIFA video sinds 1 augustus. FIFA 13 was een beetje dood en op dit moment is de FIFA Ultimate Team web app weer uit voor FIFA 14. Dus ik dacht, laat ik maar weer eens een video maken. Ik ben erg verkouden, dus mijn stem kan iets anders zijn. Maar het zou tof zijn als we dit kanaal weer een beetje een nieuw leven in kunnen blazen. Dus jullie like op deze video zou heel erg gewaardeerd worden. En wat ik ga doen in deze video is, ik ga het hebben over investeringen. Want investeringen is in mijn optiek op dit moment een van de beste manieren om te handelen op Ultimate Team. Handelen is de eerste week niet zo makkelijk, omdat eigenlijk iedereen die op de markt is, die weet eigenlijk wel hoe het gaat op Ultimate Team. Iedereen snapt het wel, anders zit je niet nu al op de webapp. Maar investeringen zijn gegarandeerd een manier om je coins misschien wat te verdubbelen. Ik heb in het begin van de week ben ik begonnen met investeringen en ze zijn nu al 40% gestegen. En in deze video ga ik jullie wat voorbeelden geven van spelers die goed zijn om in te investeren. Ik heb wat goedkope voorbeelden, maar ook wat dure voorbeelden. Dus laten we beginnen. De eerste speler die ik ga laten zien, dat wordt Nathan Aken. Dat is de speler van Chelsea, de Nederlandse centerback. Hij is zilver en hij ziet er gewoon verdomd goed uit. Dat is eigenlijk gewoon waar je naar moet kijken. Hij is denk ik zo rond de 4000. Of hij is toch iets lager, rond de 3000 is hij. Oké, voor mij heb ik hem zelf gekocht voor iets van 1500 à 2000. Dus de prijs is al prima gestegen en morgen komt de early release. Dat betekent als je het season ticket koopt dat je alvast de volledige game kan downloaden. Een paar dagen voordat hij echt op disc uitkomt. Dan kan je ongeveer voor een week kan je de early release spelen. Dus denk niet dat je daarmee het hele jaar door kan gaan. Maar morgen zijn er dus al mensen die het spel gaan spelen. Daardoor gaan er meer mensen zijn die een team willen maken. Komt er dus meer vraag naar de spelers en gaan de prijzen omhoog. De grootste price increase, ik ben even het Nederlandse woord vergeten, excuses daarvoor. Dat zal plaatsvinden als de console, als op de Xbox en de PS3, als het echt het volledige spel uitkomt. Een paar dagen daarna zullen de prijzen echt omhoog schieten. Dat zal een enorme boost geven. Maar dus, Aken is best wel een goede. En ik denk dat bijna iedereen Aken wel kan betalen. Hij is niet zo duur. En vandaar dat het een goed voorbeeld is. Een andere die ik ga laten zien, dat is Luke Shaw. Hij speelt volgens mij bij Sunderland. Of Southampton, nee, het is Southampton. En eens even kijken, volgens mij had ik hem een paar dagen geleden voor iets van 1800, iets in die richting. Op dit moment gaat hij voor ongeveer 3500, 33, 34, 35. Ook Luke Shaw is dus al verdubbeld in prijs. En hij is gewoon een erg goede speler om in te investeren. Want het is een goede zilveren kaart, hij is non-rare. Hij is vrij goedkoop natuurlijk en hij is ook best wel populair, zeg maar. Op Twitter is hij best wel actief en interactie met mensen. En mensen over het algemeen vinden het wel een toffe peer. En ik denk dat Luke Shaw zeker een goede is om in te investeren. Dan gaan we over in iets duurdere varianten. De eerste die ik jullie wil laten zien is een van de betere centerbacks uit het spel. Centrale verdediger natuurlijk. Die speelt in de Bundesliga voor Augsburg, als ik het niet verkeerd heb. En dat wordt Ho. Ho heet hij van 80 pace en 91 strength. Dat is echt fantastisch qua stats. Hij is nu rond de 18.000. Deze is de enige onder 18.000. Ik ga ervan uit dat hij vrij snel gekocht wordt. Zelfs de enige onder 19.000. Staan er nou echt zo weinig op? Of? Oké, er staan er dus op dit moment gewoon heel weinig op. Maar hij gaat dus voor ongeveer 18.000, 20.000 als je geluk hebt. Een paar dagen geleden was hij nog 14.000 en deze speler zal enorm gaan stijgen. Zijn stats 80 pace, 80 heading, 71 defending en 91 strength. Strength wordt heel belangrijk in dit jaar, in FIFA dit jaar. En dit is zeker een van de top 5 verdedigers misschien al in het hele spel. En die gaat zeker zeer sterk in prijs stijgen. Dan de laatste zilver die ik jullie wil laten zien. Dat wordt Akpala. Akpala is verhuisd naar Turkije. Hij speelt nu bij een club. Ik weet niet precies welke club het is. Die gaat dus ook uit de pakjes op het spel. En hij is sowieso, al gaat hij niet uit pakjes, een goede speler om in te investeren. Want hij is gewoon vrij goedkoop. En hij is vrij goed. Hij heeft goede pace, goede strength. Alleen zijn dribbelen is niet zo geweldig. Eens even kijken. Zijn goedkoopste. Oké, dus boven de 6k. Dan is hij de afgelopen dagen vrij sterk gestegen. Eens even kijken. Ik had hem volgens mij voor iets van 5000. Het lijkt me sterk dat er niemand opstaat voor onder de 9000. We kunnen gewoon even normaal searchen.
Dan vinden die ze wel oké. Okay, 14.000, 25.000, 14.000. Dit komt gewoon omdat er heel weinig op de markt zijn. Misschien is die al uit packs, dat weet ik niet 100% zeker. Maar als je nog een pack zit, zullen er zeker de komende dagen een aantal op de markt komen voor gewoon voor een spotgoedkope prijs. En ik zou zeggen, kijk gewoon een paar keer per dag naar deze speler en dan zul je wel een goede deal oppakken. Nou, hij is geen 14.000 waard, dat zeker nog niet. Maar de 14.000 zal hij zeker wel halen als de console release komt. Dan, de video duurt al een tijdje, maar toch ga ik nog een paar spelers laten zien. Ik wil nog een paar gouden laten zien. De eerste die ik ga doen wordt Mario Balotelli. Mario Balotelli is natuurlijk een fantastische speler op Ultimate Team. Hij is sterk, hij is best wel snel en het is natuurlijk gewoon een geweldige gozer. En hij is op dit moment ook niet zo duur. Volgens mij is hij rond 20.000, misschien ietsje meer. Maar dit is zeker een speler die flink gaat stijgen de komende dagen. Volgens mij had ik hem zelfs gekocht voor 14.000. Oké, de prijs. Het lijkt alsof de prijzen van sommige spelers alweer zijn gestegen. Balotelli is op dit moment dus zo'n 26.000. Dat klinkt heel veel, maar ik zie deze echt wel stijgen naar 30.000, 40.000. En gezien dat zeg maar sinds dinsdag is die al van 14.000 naar 25.000 gegaan. En die zeg maar die price bump moet nog komen. Dan is het zeker een goede investering. De laatste speler die ik jullie ga laten zien wordt nog een verdediger, stalen verdediger. Ik heb nogal meer voorbeelden, maar ik wil niet dat de video te lang duurt. Dit wordt de verdediger van Manchester United. Een van de hoogste ratings qua centrale verdedigers in het spel. En hij is niet zo populair geweest in de afgelopen FIFA. Omdat hij gewoon niet zo snel is. Maar in deze FIFA, geloof mij, strength of kracht is heel erg belangrijk. En deze gozer heeft dat genoeg. Ook zijn defending stats zeg maar, zijn echt fantastisch goed. Dus eens even kijken. We hebben het natuurlijk over Nemanja Vidic. Kijken wat zijn prijs is op dit moment. Niks onder de 40. Ik weet nog dat ik hem heb gekocht voor 25. Die is ook al heel veel gestegen. Zijn goedkoopste is op dit moment 47.500. En ik zie deze speler sowieso best wel ver stijgen nog. Zij heeft nu al 86 defending, 90 heading. En de pace is echt niet zo belangrijk dit jaar. Strength is echt, zeg maar, de secundaire statistieken zijn heel erg belangrijk. En Vidic is gewoon een fantastische centerback. En zeker een goeie om in te investeren. Dit was het voor de eerste inhoudelijke FIFA video sinds 1 oktober. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat dan een groene duimpje achter. Ik zal erg waarderen. Het zou ook nog fijn zijn als je naar mijn kanaal gaat gaan. Het is natuurlijk niet zo. Dat is niet het doel van deze video. Maar het zou niet verkeerd zijn. Bedankt voor het kijken. En tot ziens.